Hoi, vandaag laat ik jullie zien hoe je je bubbels kunt vullen. Mijn moeder is namelijk jarig en ze komt hier haar verjaardag vieren. En voor het feestje ga ik 3 vullingen maken. De eerste vulling is echt super simpel, maar daardoor niet minder lekker. Je hebt zo'n 20 basilicumblaadjes nodig, een bakje kruidenkaas en 2 theelepeltjes paprikapoeder. Snijd de basilicum goed fijn, doe alle ingrediënten bij elkaar, even mengen en de vulling is klaar. Voor deze kaas met pit heb je het volgende nodig. Het sap van een halve limoen, 2 teentjes knoflook, een snufje chilipoeder, een bakje crème fraîche en evenveel kaas als dat je crème fraîche gebruikt. Doe de crème fraîche in het schaaltje en pers daarna de 2 teentjes knoflook erbovenuit. Voeg daarna het snufje chilipeper toe, niet te veel, je kan altijd later nog toevoegen en dat meng je even door. Pers dan een halve limoen erbovenuit en voeg vervolgens de kaas toe. Even goed mengen en klaar is Kees. Deze vulling ziet er misschien niet zo heel aantrekkelijk uit, maar geloof ons, hij is echt het proberen waard. Hij doet een beetje denken aan tzatziki, maar dan met een kaastwist. Echt even proberen. En dan de laatste, onze Italiaanse twist. Hij bestaat uit iets meer stappen, maar hij is het echt waard. Je hebt het volgende nodig, een stuk of 10 zongedroogde tomaatjes, een bol mozzarella, flinke theelepel pesto en wat melk en olijfolie. Snijd de mozzarella even in grove stukken en voeg daarna de pesto erbij. Dit gaan we vervolgens fijn malen in de keukenmachine. Dit is hoe het er ongeveer uit moet zien. Hiervoor deed ik zo'n 20 seconden de blender erop. Ook de zongedroogde tomaatjes doe ik even in de blender, zodat ze mooi fijn zijn. Daarna scheppen we ze bij het pesto mozzarella mengsel. En we doen dit apart van elkaar, omdat anders het heel erg bruin wordt op mengsel. En dat wil je niet, want het ziet er niet echt smakelijk uit. Dus voeg daarna pas de zongedroogde tomaatjes toe. Eventueel breng je het nog wat op smaak met peper en zout. En dan is je vulling klaar. Wil je nou meer zien van mijn vultip en het feestje van mijn moeder? Kijk dan zeker weten aankomende zondag 8 maart naar Live View, want daar ben ik te zien met mijn vultip. En blijf ook zeker kijken, want ik doe mee aan de Vultip Challenge in Live For You. En dat betekent dat ik de strijd aanga met 2 andere foodbloggers om de lekkerste vultip. 29 maart is de finale, dus blijf kijken, wens me succes en dan tot de volgende keer. En vergeet niet mijn vultips uit te proberen. Doei! This is the lifestyle of two women, two